Hoyard, leuk dat je er weer bent bij de voorbeschouwing voor de wedstrijd tegen Blauw-Wit. We zijn terug van weg geweest. Zoals altijd blikken we eerst weer terug op de wedstrijd tegen HKC. De eerste helft kwam Fortuna een paar keer ruim op voorsprong. Hoezo kan het dat Fortuna dan niet door kan drukken? Ja, met name omdat we gewoon niet raak schoten. Dus kijk, uiteindelijk als je meer dan 40 keer meer schiet dan de tegenstander, dan zou je een grotere uitslag verwachten. Nee, we schoten heel slecht. Ik vond dat we heel behoorlijk speelden. En we deden onszelf niet helemaal recht met deze uitslag. Maar uiteindelijk, ondanks dat ze in de eindfase misschien echt nog wat dichtbij kwamen, heb ik nooit het gevoel gehad dat we niet zouden winnen. En de ploeg ook niet. Is het nog een factor geweest dat de laatste wedstrijden tegen de onderste ploegen eigenlijk voor rust altijd al gespeeld waren? Dat je dan een beetje tegen jezelf gaat spelen als je de eerste helft, dat ze er toch de hele tijd aan blijven hangen? Nou, denk ik niet hoor. Ik denk echt dat de kwestie was van afronding. En je zag dat we daar gewoon heel veel moeite mee hadden. En dat kan een keer gebeuren. Ik hoop dat het zondag weer beter is. Dan de wedstrijd tegen Blauw-Wit. Vorige keer thuis tegen Blauw-Wit zei je dat Blauw-Wit een echte vechtploeg is. En dat jullie hun energie moeten matchen om te winnen. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat de ploeg, nu de play-offs niet echt heel erg in zicht zijn, toch die energie op kunnen wekken daarvoor? Voor dit soort wedstrijden? Door erin te geloven dat de play-offs nog steeds kunnen. En we hebben maar één kans daarop en dat is alle drie de wedstrijden winnen. En we kunnen daar ook heen gaan en zeggen, joh, laat maar lopen, want we halen toch niet. Alleen in de basis kan het nog steeds. En zolang dat zo is, gaan we ervoor. En dat weet de ploeg ook. Dus we gaan zondag gewoon tegen Blauw-Wit, waar we op papier vind ik dat wij beter zijn. Alleen ja, op het moment dat wij niet hun energie matchen, dan kunnen ze het ons heel moeilijk gaan maken. Dus wij moeten met dezelfde intensiteit spelen als de afgelopen weken. En vorige keer tegen Blauw-Wit namen ze best wel extreme keuzes, vooral met Marijn Mensink. Verwacht je dat ze dat weer gaan doen? Nou, Barry heeft altijd een plan. Dat is ook waarom Blauw-Wit hartstikke veel punten heeft. Zij hebben van alle onderste ploegen gewonnen en een keer van DOS. Dus ik vind dat zij een supergoed seizoen hebben. En dat is mede aan Barry te danken en Mark en hun plannen. Dus er zal ongetwijfeld een plan zijn. En we gaan kijken wat ze hebben bedacht. En daar gaan wij weer op anticiperen. En zie je Blauw-Wit ook de komende jaren ook doorgroeien naar een echte play-off kandidaat? Ja, dat weet ik niet. Want ik weet niet wat zij erbij krijgen. Dus in basis, die staat er al een aantal jaar. En ik denk dat Barry en Mark dat goed genoeg kunnen. En Blauw-Wit is altijd de ploeg geweest die league heeft gespeeld. En die altijd weer richting de bovenkant komt. Dus dat zal vast goed komen daar. Oké, dankjewel.